Filmacteur Brad Pitt heeft er een aan de muur, gekocht voor 1 miljoen Zwitserse franken. Een Neo Rauch. De schilderijen van de Duitse schilder zijn nu te zien in Museum de Fundatie. De voorliefde voor zijn strips, zijn afkomst uit de DDR en het nieuwsgierig makende, ongrijpbare karakter van zijn verhaallijnen zijn typerend voor de figuratieve kunst van Rauch. Ik zeg het in het Duits en ik zal het daarom wat in het Nederlands parafraseren. Wir keren zurück. Wir beginnen. Het gaat eigenlijk over hoe je naar het schilderij van Neo Rauch kan kijken. En wir keren zurück. Wir beginnen. Lees ik of plötzlich hellen Gesichter. Het is iets wat ook een wereld openbaart. Dat is beeldzaak niet. Schilderij zegt niet. Het is. Het is. Het zijn deze waar we naar kijken. Het streekt de blik in zijn zeeën. Dus het draagt de kijker in de zee. Kijk, en het repareert ook. Want hij sluit af met vliezend Deense ogen en gevoels. En dus het is een manier van omgaan met. Het is een manier van omgaan met dat wat je ziet. Het is een complexiteit. Het idee dat je het zou kunnen begrijpen, dat het ook misschien wel een echte gecodificeerde boodschap voor je heeft. De overzichtstentoonstelling Neo Rauch, die mythe, is nog tot en met 8 januari 2023 te zien in Museum de Fundatie in Zwolle.